De Surinaamse Bankiersvereniging is ervan overtuigd dat de restant kasreserve aan vreemde valuta bij de Centrale Bank van Suriname nu veilig is. Deze verzekering geeft de voorzitter Evelyn Frangy. De garantie komt nadat de 5 Surinaamse commerciële banken samen met de moederbank 2 overeenkomsten hebben getekend om de resterende kasreserve te ringfencen. Eigenlijk 2 overeenkomsten die we hebben getekend. 1 overeenkomst is denk ik een maandje terug getekend, waarbij de middelen van de kasreserve die nog aanwezig waren bij de centrale bank geringfenst zijn. We hebben ze op geringfenste bankrekeningen. Dat zijn rekeningen waarop zowel medewerkers van de centrale bank, functionarissen van de centrale bank en functionarissen van de bankiersvereniging tekenen. Dat contract is bijkans een maand terug getekend. Dat zijn de daadwerkelijke financiële middelen die overgebleven zijn. Ja, 325 miljoen als ik het goed heb. Dat contract, dat ringfencingscontract is een maand terug getekend. En de procuraties, dus degenen die mogen tekenen op de bankrekeningen, zijn ook een maandje terug in place gekomen. Dus dat geld dat is overgebleven is veiliggesteld. In het contract hebben partijen duidelijke afspraken gemaakt. Met name hoe de banken over de middelen kunnen beschikken wanneer de behoefte daartoe bestaat. Met de ondertekening van deze 2 overeenkomsten is volgens Frangy een goede stap gezet richting het herstel van het vertrouwen binnen het bankwezen. Dus als je praat over het contract waarbij de bestaande middelen, dus de overgebleven middelen worden gemanaged, kunnen er geen mutaties op de bankrekening plaatsvinden zonder dat de investment committee van de bankiers meetekent. Dus de structuur is zo dat er een investment committee samengesteld is, 1 functionaris van de centrale bank, en 2 functionarissen van de bankiersvereniging. En die 2 functionarissen van de bankiersvereniging tekenen mee op de bankrekening waar de middelen van de kasreserve geringfenst zijn. Dus in principe kan er niets op de rekening gebeuren zonder toestemming van de investment committee van de banken. Hij geeft verder aan dat er ook afspraken zijn gemaakt over het terugbetalen van de gebruikte kasreserve. In de overeenstemming met de Centrale Bank van Suriname zijn er duidelijk richtlijnen aangegeven over hoe de banken terugbetaald zullen worden. 100 miljoen aan kasreserve en een aantal banken hadden termijndeposito's daar. In totaal ook 100 miljoen ongeveer, dus samen 200 miljoen. Daar hebben we een aantal maanden met de centrale bank over onderhandeld. Er is een nieuwe governor gekomen. Er waren discussies over de zekerheden. Er waren discussies over de structuur van het contract. Uiteindelijk hebben we overeenstemming bereikt met de centrale bank. En hebben de banken allemaal hetzelfde contract getekend met de centrale bank voor de terugbetaling van dat deel van de kasreserve dat gebruikt is. Natuurlijk, elke bank had kleine wijzigingen hier en daar, want elke bank heeft misschien een ietsje andere afspraak met de centrale bank gemaakt. Maar in grote lijnen is de structuur en is de inhoud van het contract en de zekerheden van het contract allemaal hetzelfde.